Voor ons is omgaan met medewerkers onze cultuur overbrengen en hen daarin vrijheid geven. Yappa is een digital agency. Wij bedenken, bouwen en boosten digitale oplossingen voor KMO's met een groeimindset. Ik ben eigenlijk als student ooit opgestart. En ondertussen zijn wij 17 jaar later eigenlijk met 28 Japanezen. Dat is eigenlijk altijd heel organisch ook gegroeid. Ik heb dat nooit zo heel bewust vastgenomen van oké, nu moeten we richting 28 mensen gaan groeien. Tot eigenlijk in 2015, 2016 er wel een beetje een omslag in is gekomen. En toen zijn we eigenlijk pas echt plannen beginnen te smeden en hebben we eigenlijk de ambitie uitgesproken om richting 2020, 2021 maal 3 te doen met de omzet, met het dubbel aan de mensen. En je merkt dan eigenlijk vanaf dag 1 dat je dat hebt uitgesproken, begin je daar eigenlijk naar te leven. En dan begint die organisatie zich ook zo te zetten. Transparantie is voor ons heel erg belangrijk. We zeggen altijd, we doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. En dat geldt voor ons eigenlijk zowel naar klanten toe, dat die transparantie er moet zijn, maar ook heel erg intern. We vinden het heel belangrijk in een team, niet dat ze per se de beste vrienden van elkaar moeten zijn, maar wel dat ze heel goed weten hoe dat ze met elkaar moeten samenwerken. En daar hebben we een aantal middeltjes voor. We maken bijvoorbeeld gebruik van Insights Discovery, waarin dat we eigenlijk ook aan elkaar duidelijk maken van ja, wat zijn hier de persoonlijke voorkeurstijlen van iemand? Hoe heb ik graag dat mensen met mij communiceren? Communiceer ik graag met mensen? En wij geloven dat we daardoor eigenlijk beter gaan samenwerken. Ik noem mezelf CEO, staat bij ons eigenlijk voor Chief Enabler Officer. Dat wil zeggen eigenlijk dat ik het mijn voornaamste rol in de organisatie vind om mensen te helpen groeien. Als we mensen eigenlijk helpen groeien in hun talent en in hun ontwikkeling, dan gaat de klant daar eigenlijk ook van mee profiteren. Iets wat ik geleerd heb uit het verleden is ook dat je nogal snel geneigd bent om mensen met dezelfde persoonlijkheidsprofiel te gaan aanwerven. En dat dat niet altijd een goed idee is, dat je daar een goede balans moet vinden. Als er iemand nieuw start, start ons onboardingproces niet op dag 1, maar eigenlijk 30 dagen ervoor. Dat wil zeggen, als iemand getekend heeft, dan gaat hij eigenlijk in de weken voordien gaat hij van ons bijvoorbeeld al mailtjes ontvangen, waarin dat hij nog meer te weten komt over de Yappa-cultuur, over onze gewoontes, over welke meetings dat we houden, maar ook over hoe dat je broodjes bestelt bijvoorbeeld. Telkens wordt er ook een nieuwe collega voorgesteld. Wat maakt eigenlijk dat als iemand op de eerste dag hier binnenkomt, dan gaat hij al wel wat meer van de organisatie kennen. Iemand die hier start, die krijgt ook meteen een Peter toegewezen, een Shifu noemen wij dat. Die persoon krijgt ook een bingo-kaart, waarin dat eigenlijk alle begrippen waar dat hij hiermee te maken heeft, opstaan. En als de bingo-kaart vol is, dan is hem een volwaardige Japanees. En daarna is het eigenlijk ook dat we vinger aan de pols proberen te houden van hoe voelen mensen zich eigenlijk op het werk. Ze krijgen bijvoorbeeld 2 wekelijks een heel korte enquête toegestuurd via mail, waarin dat ze een beetje het gevoel dat ze hebben kunnen omschrijven. Ik voel mij goed, ik voel mij wat minder goed. De manier waarop we met medewerkers omgaan heeft ervoor gezorgd dat we die groei makkelijker konden verteren eigenlijk de laatste jaren. Omdat er heel veel verandering is geweest, hebben we toch door die cultuur, denk ik, mensen eigenlijk in de juiste mindset, in de juiste setting kunnen zetten. En dat heeft ons eigenlijk op die manier net iets makkelijker richting die groei geholpen. Naar andere bedrijven toe zou ik zeker adviseren om aan de slag te gaan met uw missie, met uw waarden. Dikwijls leven die wel in het hoofd van een ondernemer of leven die wel bij de medewerkers, maar zijn die soms niet zo expliciet gemaakt. En hoe explicieter dat je ze kunt maken, hoe makkelijker het is om die ook te gaan uitdragen en om exact over hetzelfde te spreken.